Ik ga even kennis maken met mijn nieuwe radiotherapeut. Ja, we gaan daar even naar kijken of er ook een andere optie is. Maar dat is eenmaal het risico die ik heb genomen. Ik heb ook gevraagd waarom ik 15 bestralingen krijg en waarom niet meer of minder. Dus dat betekent boobie day. Terwijl ik even hem niet in de gaten had, had hij zichzelf helemaal ondergeklangerd. Gaat het moment zijn dat ik ga beginnen met bestralen. Spannend. Hebben we een volgend probleempje binnen? I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve datties, welkom bij weer een nieuwe video. Het is vandaag 11 januari 2022 alweer jongens. En het is weer zover. Ik sta weer bij het Haagse ziekenhuis. Alleen vandaag, want Sergio moest helaas werken. Maar ik ga even kennis maken met mijn nieuwe radiotherapeut. Ik ben weer thuis van het gesprek met de radiotherapeut. Was weer een super gezellig gesprek, net zoals aan de telefoon. We hebben het over van alles en nog wat gehad. Maar wat voor jullie misschien interessant is, is dat we het ook hebben gehad over de tatoepuntjes voor de bestraling. We gaan daar even naar kijken of er ook een andere optie is. Ik heb voorgelegd van waarom zou bijvoorbeeld henna-puntjes niet een optie zijn. Dat is dan iets, als het goed is, ook wat langer blijft, maar wel weer weggaat. Dus ze gaat het even voorleggen bij de laborant. Ze heeft even naar de borsten gekeken en ze vond het er echt fantastisch uitzien. En ook dat het heel mooi genezen is. Ze vond het heel erg jammer dat ze daar aan moest gaan zitten met de bestralingen. Want ja, de bestralingen gaan toch het een en ander doen. Het is dus zo dat bestraling onderhuids door blijft gaan. Laten we het zo zeggen dat dus de littekenweefsel gaat vormen. En dat blijft altijd doorgaan. En ja, dat kan er natuurlijk in resulteren dat het wat harder wordt. Dat er misschien wat bobbeltjes gaan ontstaan. Ja, dat is natuurlijk heel jammer als dat zou gebeuren. Maar dat is eenmaal het risico die ik heb genomen. En ik heb haar ook gezegd dat als ik het op een andere manier had gedaan, het er ook niet mooier op was geworden dan wat ik nu heb. Dus het is nu vooral hopen dat ik gewoon zo min mogelijk last heb. En net zoals met alle andere dingen, gewoon heel goed genees. Dat ik er weinig last van heb, dat ik het goed onder controle hou. Daar gaan we voor. Ze gaan me er doorheen slepen. Dus daar heb ik alle vertrouwen in. Ik heb ook gevraagd waarom ik 15 bestralingen krijg. En waarom niet meer of minder? Hè? Waarom dus krijgen sommigen een booster of niet? Nou, in mijn geval is het dus wel nodig dat ik bestraling krijg. Omdat er natuurlijk nog wat gevonden is in mijn lymfeklier. Maar ze hebben verder niks gezien. Dus alles is micro. Maar het moet wel voor alle zekerheid gebeuren. En waarom 15? 15 is eigenlijk de protocol. Maar er is geen aanleiding om er meer te doen. Dat ze bijvoorbeeld toch echt een macro dingetje nog zagen. Dat ze denken van, oh, daar moeten we nog even extra op doen. Dat is dus niet aan de orde. Dus dat is ook fijn om te horen. En waarom 15? Dat is het protocol. En wat ze nu doen is dat ze tegenwoordig wat hogere doses geven. Kijken ze ook veel voor naar hoe ze dat in Engeland doen. En daarin zien ze dat de hogere doses eigenlijk qua bijwerkingen ongeveer hetzelfde is als op lange termijn. Maar dat ze daardoor wel minder vaak hoeven te bestralen. Ze zien dat ze eigenlijk telkens steeds wat hoger gaan qua doses. En dat houden ze in ieder geval heel goed bij. En ze proberen natuurlijk te ontwikkelen. Dus dat is altijd fijn om te weten in de wetenschap. Dat ze altijd nog blijven ontwikkelen en ook voor als er in de toekomst wat gebeurt. Je weet niet waar ze dan mee gaan komen. Verder gaat zij even contact opnemen met de verpleegkundige over de borst. Verpleegkundige van de plastisch chirurg, dus voor het vullen van mijn borst. Wanneer ze denken dat ik ongeveer klaar ben. Want dan kunnen we ook de CT-scan gaan inplannen. Dat zij kunnen gaan zien waar er bestraald moet gaan worden, waar de puntjes moeten komen. En dan weet ik ook een beetje wat voor marge ik heb,
mochten we zeggen van we gaan even kijken of we er nog tussenuit kunnen gaan of niet. Dat is denk ik eigenlijk het allerbelangrijkste. De volgende keer ga ik even kijken of ik daar ook kan filmen. En als dan de foto is gemaakt, de scan, dat zij het even uitlegt en dat ik dat ook aan jullie kan laten zien. Zij staat daar heel open voor, dus dat vind ik helemaal te gek. Want hoe meer ik aan jullie kan laten zien, hoe meer jullie ook voorbereid zijn. Dat had ik tenminste wel heel fijn gevonden. Dus dat ga ik proberen voor jullie voor elkaar te krijgen. Ik heb er vertrouwen in. En nog steeds, alles is preventief. En ja, dat geeft me een goed gevoel. Ondertussen is Sergio aan het werk, dus daarom was hij erbij. En Jesse Silver was bij oma. Maar nu heeft Angelique, die noemen we oma Keufie, die heeft aangeboden om even gezellig op Jess te passen, zodat wij even lekker onze handen vrij hebben. En zijn vriendinnetje Kenzie komt ook, dus dan kan hij daar lekker mee spelen. En dat vind ik gewoon ja, super leuk en super fijn. Dat hij daar ook even lekker mee kan spelen en andere kindjes ziet. En ik denk dat ik eens even ga proberen om te mediteren. Kijken of me dat lukt. En eens even niet te denken aan alles wat ik nog wil doen en opzoeken. Want mijn hoofd gaat weer alle kanten op. Dan denk ik, oh, ik moet dit nog even opzoeken. Oh, misschien een putspeelzaal voor Jesse. Oh, hij heeft grotere schoentjes nodig. Moet ik ook nog even naar kijken. Oh, ik moet dit nog even opzoeken. Oh, ik wil dat nog even doen. Dus ja, die gaat maar door. Dus ik moet eens even kijken of ik gewoon kan proberen echt nu even deze tijd voor mezelf te pakken. Nou, ik ben klaar met mediteren. Kan beter, denk ik. Maar ik heb in ieder geval even een rustmomentje kunnen pakken. Dus dat is wel fijn. Gewoon even bewust gaan zitten. Even in- en uitademen. Ik vind het gewoon heel lastig. Mijn hoofd gaat gewoon overal naartoe. En dan zegt die vrouw iets van die meditatie. En dan zit ik daar weer in mijn hoofd antwoord op te geven. Ik vind het heel lastig. Maar ja... Wel fijn om gewoon even het moment te nemen en misschien niet gelijk zo lang. Misschien gewoon even 10 minuutjes pakken of zo. Maar ja, komt goed. Toch fijn om even gedaan te hebben. Ik heb ook een lekkere smoothie had ik gemaakt met allemaal lekkere rode vruchten. En blauwe bessen. Ja, blauwe bessen en een beetje kiwi. Dus nou, die zit er ook weer in voor vandaag. Goedemorgen. Het is vandaag 12 januari. En het is weer woensdag. Dus dat betekent boobie day. We gaan weer 60 cc vullen. En dit keer is het erg vroeg en koud. Zien jullie dat? Nee. Dan gaan we even kijken of de volgende afspraak niet zo vroeg kan hoor. Jesse Silver die was echt weer vaak wakker vannacht. Maar wat doet hij nou? Hij gooit dus elke keer zijn deken van zich af. En het is dus heel koud. Het vriest zelfs. Het is de auto van mijn moeder. En het is gewoon ijs. Dus ja, dan heb je het koud. En dan word je wakker. Dus het was heftig. Sergio is de auto halen. Daar komt hij. Ik had een Uber besteld. Morgen. Hallo. Waar gaan we naartoe? Ik ben René van Ginkel. Aangenaam. Aangenaam. Wat is je naam? Sergio Ginkel. Haga ziekenhuis, goedemorgen, het is vandaag 13 januari en ik ben met Jesse Silver lekker aan het kleuren. En terwijl ik even hem niet in de gaten had, had hij zichzelf helemaal ondergekladderd. Maar je bent wel mooi, schat. Ja, hè? Huh? Nou ja. Dus ik heb even snel gecheckt of het er nog wel afgaat.
Gelukkig wel. Dus nu gaat mama even wat moois tekenen. Zal ik een tatootje bij jou tekenen, net zoals bij papa? Hè? Ja. Oké. Komt ie, hè? Oeh. En gaan we hem inkleuren? Mm-hmm. Met wat voor kleur gaan we hem inkleuren? Een paarse. Met paars, oké. Kietelt dat? En zullen we hem ook nog vleugels geven, dat hartje? Ja. Ja? Jij kleuren. Wat moet ik daar kleuren dan? Een hartje. Ook een hartje, een groen hartje. Ja. Oké. Geweldig. Hè? Zullen we je zo weer gaan wassen dan? Nee. Oh, oké. Nou, tijdens onze tekensessie door ben ik gebeld door de radiotherapeut assistent en die heeft mij ingepland. Ja jongens, 27 januari ga ik de CT-scan krijgen en krijg ik ook de puntjes ter referentie van waar ze moet gaan bestralen. En 3 februari gaat het moment zijn dat ik ga beginnen met bestralen. Spannend. Op dit moment, ik ben gisteren weer gevuld, is dit mijn cup. Er zit 300 cc in. Nu heb ik begrepen dat je de cc's van jezelf en met die van een ander niet echt kan vergelijken, blijkbaar. Ik heb ook weer een nieuwe tissue expander. Dus mijn 300 kan gelijk staan aan die van een ander van 400 bijvoorbeeld. Ik heb een tissue expander 375, maar daar kan dus meer in. En volgende week gaan ze er 100 bij doen. Dus dan zit ik op 400 cc. En dan gaan we even kijken of er nog iets bij moet. Maar dan heb ik tot de 26e van januari. Want de 27e gaan we dus de CT-scan maken. En dan wil je er niet meer aan zitten. Spannend! Ondertussen is de man des huizes. Is ook terug van zijn werk. Ik was zo. En we gaan zo naar Tante Jenny, zoals Jesse Silver zegt. Ik wilde jullie dit nog even laten zien. Ik heb even een pillendoosje gekocht. Want ik merkte nu al dat ik in de war raakte van shit, had ik nou al 's ochtends, had ik de pil nou al genomen? Had ik die hormoonpil nou al genomen? En ja. Dus ik denk gelijk even een pillendoosje halen. En zo ga je dus van alleen de pil ga je naar dit. Ik heb nu de hormoonpil. Daar komt dadelijk natuurlijk voor een half jaar nog veel meer pillen bij van de chemopillen. Maar verder heb ik dus magnesium voor 's ochtends en 's avonds. En vitamine D. Ik vond het een handig doosje. En dan kan ik hem telkens zo doorschuiven. Verder heb ik een heel leuk gesprek gehad vandaag. Voor een heel leuk project wat eraan zit te komen. En daar ga ik jullie later meer over vertellen. Maar ik vind het in ieder geval heel erg leuk. En het heeft ermee te maken dat ik meer mijn verhaal kan vertellen. En ook hopelijk meer mensen kan gaan aantrekken. Om de positiviteit door te geven. En de informatie van alles wat ik nu onderga. Dat andere mensen daar ook wat aan hebben. Dus ik heb er heel veel zin in. Maar daar ga ik later meer over vertellen. We hebben Jessie nu al 2 keer betrapt in de badkamer. Stop naar beneden, kraan omhoog en ga met die banaan. Dus dat willen we niet meer hebben. Om een beetje in de gaten te houden als hij slaapt en als hij dus het bed uitkomt, hebben we camera's gekocht. Is van het merk Unify. Daar gaan we straks ons huis ook helemaal mee inrichten qua gadgets en zo. En daarvan heb ik alvast 2 camera's besteld. Dat is de G3 en de G4. Nu had ik eigenlijk gehoopt dat die kleine een plug-and-play was. Dus gewoon neerzetten en hij doet het meteen. Maar die heeft dus een Dreambox nodig, zeg maar, een UDM. En dat hebben we dus nog niet, want die was nog uitverkocht. En die G4 zou het eventueel wel doen met een internetkabel en dan via een andere app. Dan moet ik heel even kijken. Dus ik ga dat heel even proberen. Ik weet nog niet of het lukt, maar ze zien er wel mooi uit. Ik dacht, ik zet hem hier neer. Ik heb nu een internetkabel aangesloten, maar helaas heeft die internetkabel geen poe.
En POE staat voor Power Over Internet. POE. POE. Want die heb ik dus niet. Dat is wel even jammer. Wordt dus vervolgd. Zo, terwijl het Jesse de hele boel bij elkaar schreeuwt en rent, hebben we een volgend probleempje binnen. De afvoerlekte. Dat kwam dus omdat we een keukenlade hebben die een beetje verroest is. Nou, een beetje lastig te zien, maar dit is de keukenlade. En daarachter is dus een stukje verroest. En die schuurde elke keer tegen de slang aan. Ik heb de slang vervangen. Maar deze is nog steeds nu te hoog. Oude keuken, maakt verder niet uit. Gewoon wat aanpassingen en dan kan die gewoon nog even mee. Dus ik ga een stukje van de achterkant eruit zagen. Dat ga ik snel doen. Want ze zijn nu Jesse aan het aankleden. En ik heb gezegd, kleed me aan. Dan gaan we even buiten een stukje wandelen. Want hij is niet te houden. En dan daarna ga ik booster prikken. En we gaan zo afsluiten. Dus... Een gapertje gemaakt, heeft hij voldoende ruimte voor de afvoerslang. Dat was een klein beetje te weinig, dus ik ga er nog wat van afhalen. Maar als het helemaal klaar is, dan hoop ik in ieder geval weer een lek opgelost te hebben. Het huis valt uit elkaar. Ja. Nou, het, het is gewoon oud, het is gewoon gedateerd. Het, heeft gewoon hier en, terwijl het er wel mooi uitziet, alleen ja, qua leidingen en dergelijke is het gewoon oud. Los. Nou, ik heb ondertussen even lekker het bedje weer gewassen. Lekker. En de camera is bijna leeg, dus we gaan hem lekker afsluiten. Vond je dit weer een leuke vlog? Doe informatief? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Belletje aan te zetten. En dan zien we jou heel graag bij de volgende video weer. En voordat we afsluiten, ik wil nog even heel erg bedanken voor alle lieve reacties op de vorige vlog. Waren er weer veel, hè? Ja, en allemaal een hart aan het riem. En heb ik zeer gewaardeerd. Dus ontzettend bedankt daarvoor. En wij zien jullie reacties weer heel graag onder deze vlog. Ciao! Tot de volgende keer.